Het weerbeeld kende deze maandag een beetje twee gezichten. We zien hier dreigende wolkenluchten langs de Zeeuwse kust, maar ook wel ruimte voor die zonnestralen om daar nog een gaatje tussendoor te vinden. Als we dan helemaal naar de andere hoek van het land gaan, het noordoosten, de provincie Groningen. Daar was iets meer ruimte voor blauwe lucht vanmiddag. Maar we zien ook wel die stapelwolken tot ontwikkeling komen. En die groeiden later vandaag ook nog wel tot buien uit. Want ook later vanmiddag en vanavond hebben we nog wel met buien te maken. Voornamelijk in het noorden en midden van het land. Ook vannacht trekken er nog buien oostwaarts over. Dan klaart het een tijdje op, vinden we ook de laagste temperaturen. En morgen in de loop van de dag vanuit het zuidwesten weer. Weer toenemende bewolking komen er weer buien tot ontwikkeling. En aan het eind van de dag hebben we meer met dit regengebied te maken. met beetje buiige regen kan het af en toe wat steviger planten. Ook lokaal nog kans op een klap-onweer. En dinsdagavond heeft vooral het noorden en noordwesten met flink wat regenwater te maken. Nou, zoals ik net al zei, vanavond ook nog een paar buien. Vooral in het noorden en midden van het land. Maar ik sluit niet helemaal uit dat het uiterste zuiden ook nog met een enkele bui te maken krijgt. Stevige wind uit het zuidwesten, matig boven land, vrij krachtig nog aan zee. En dat doen we allemaal bij een temperatuur van 16 tot 18 graden. Nou, vannacht trekken er nog meer buien oostwaarts over ons land. En tijdens het tweede deel van de nacht wordt het droog met opklaring. En dan komen ook de laagste temperaturen voor 11 tot 14 graden, met nog steeds een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag beginnen we droog met zonneschijn. Aan het begin van de middag wordt de maximumtemperatuur al behaald, 19 tot 23 graden. En dan gaat vanuit het zuidwesten de bewolking toenemen en in de middag volgen dan weer buien. En later ook wat meer buien geregen, regent het even een tijdje wat langer door. Ook morgen nog een stevige wind uit het zuidwesten. Naar de eerste helft van de week is het dus nog steeds licht wisselvallig zomerweer. Met een stevige zuidwestenwind. Maar vanaf donderdag gaat er echt een omslag plaatsvinden. Het wordt droger, zonniger, warmer. Tijdens het weekend gaan we naar tropische temperaturen van 30 graden. Maar dan stijgt ook wel weer de kans op een paar regen- en onweersbuien.